allemaal mooie taarten. Kijk naar dit dan. Fantastisch. Wat leuk om te zien. Prachtig. En een mooie collega's, chef en meesters. Welkom bij onze kerstvier. En we hebben eigenlijk al een beetje geoefend steeds bij de weegschaal. We gingen altijd beginnen met het adventsvier. En dan gingen we ook al niet klappen daarna. Deze hele viering hoef je niet te klappen. We willen eigenlijk een beetje doorgaan. We gaan het verhaal van Jezus vertellen. En we beginnen met de onderbouw. Dan komt de middenbouw. En daarna de bovenbouw. En als het boven is geweest en we geven een zijn dat het afgelopen is, dan laten we horen wat we ervan vinden. Dan kunnen we klappen als we willen. We beginnen deze viering met elkaar, met het adventsvuur. En waarom? Omdat als de vier kaarsen branden, dan komt de kerstkaars vanzelf. Dan is het kerst. Kerst vieren, omdat we vieren dat het kindje Jezus is geboren. Dat zal je straks zien. Luister maar. Maria wreef eens in haar ogen.
Had ze God gehoord? Ze kreeg een kind van God. Maria ging naar Jozef om te vertellen wat de engel haar verteld had. De dagen gingen voorbij en de buik van Maria werd dikker en dikker. Op een dag kwam er een boodschapper van keizer Augustus. Hij zei, de keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. Iedereen moet teruggaan naar de plaats waar hij geboren is. Jozef en Maria moesten helemaal naar Bethlehem. En ze gingen samen op reis. Kom maar, Jozef. Neem Maria maar mee op reis. Omdat Maria niet zo ver kon lopen, kocht Jozef een ezeltje. Daar kon Maria er af en toe op zitten, als ze moe was. Thank you.
Laten we naar Bethlehem gaan en kijken wat er is gebeurd. Vlug lopen ze naar de stad.
eerst is Jezus bij Maria zijn moeder. Ze knielen voor hem neer. Nat pakken er zijn cadeaus erbij. Met zijn allemaal kostbare geschenken. En het is allemaal voor Jezus. Wat is dat geeft bier ook? En melk wil geeft meer. Goud is een duurzaam materiaal waar veel dingspullen worden gestopt, zoals sieraden. Wierook is een laag van de boom en dat dat voelt brand en het geeft lekker geur af en het krijgt een zekere smeren. En dat is een soort zalm, een soort olie dat vult. En een beetje goud is 20 keer zwaarder dan water en bij 3000 is het zelf. Daar wordt het opgehaald door je ouders, behalve met de bovenbouw is iets anders afgesproken.